De longafdeling in het Rijnstatenziekenhuis opent maandag een fietslabyrint. Wat is het fietslabyrint waar we nu bij staan? Het fietslabyrint is aangeschaft hier in het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis toch in beweging blijven. Dat ze hun conditie kunnen bijhouden en dat ze kunnen zien dat het leuk is om in beweging te zijn. Zoals u ziet fietst u nu gewoon door Arnhem, mevrouw. U hoeft niet te sturen, u kunt gewoon fietsen. U rijdt ook niet tegen die auto's op en u neemt gewoon de weg zoals die volgt. U komt nu op de markt zoals u ziet. U gaat vanzelf mee rechtsaf. Trapt hij niet te zwaar voor u? Nee hoor. Mooi. En waarom hebben jullie het fietslabyrint? Het fietslabyrint is aangeschaft omdat veel patiënten die hier opgenomen zijn, vaak met een chronische longziekte, veel op bed liggen. Die zijn dan snel hun conditie kwijt. Daar zijn we niet zo blij mee, want het opbouwen van een conditie dat duurt heel erg lang. En door in beweging te zijn en door te fietsen, ze kunnen door elke stad in Nederland kunnen ze fietsen, kunnen ze de conditie op peil houden. En hopen we dat het dan daarna thuis verder gaat. En helpt dit ook? Dat moeten we natuurlijk nog zien, want hij is net vandaag geplaatst. Maar de eerste reacties zijn heel erg positief. Mevrouw, hoe vindt u het? Heel erg leuk. Maar wel heel inspannend, vind ik het. Denkt u dat u dit vaker gaat doen? Ja, zeker. Is toch gezellig, of niet? Kunnen ze door elke stad in Nederland fietsen? Of welke steden bijvoorbeeld zijn er allemaal? Het zijn heel veel steden in Nederland, ook heel veel steden in Europa, een aantal plekken op de wereld. Verder kunnen ze ook schaatsen op natuurijs, dat is natuurlijk nu heel relevant. Maar ook door de Hoge Veluwe fietsen of langs Kinderdijk. En is dit bedoeld voor alleen longpatiënten of mogen ook andere patiënten er gebruik van maken? Nou, hij staat op de longafdeling, dus in eerste instantie is het voor longpatiënten. Ik weet dat op de afdeling nierdialyse zijn ze ook bezig met een project voor een fietslabyrint. En we gaan het zien hoe dat gaat lopen. Ja. En dit blijft hier permanent staan of is het tijdelijk? Nee, dit blijft hier permanent staan. Deze plek is gekozen omdat dat een rustige plaats is, dat mensen in alle rust kunnen fietsen. We kunnen de televisie wegklappen, zodat de ruimte ook vrij blijft voor nooduitgang. En de fysiotherapeuten kunnen ook met hun patiënten hier naartoe gaan om te oefenen. Die knopjes op de zijkant zijn bedoeld, straks kan het zijn dat mevrouw een keuze krijgt of ze linksaf of rechtsaf gaat. En dan de blauwe knop links is voor linksaf en de gele knop rechts is voor rechtsaf te gaan. En dat zie je dan vanzelf in het beeld verschijnen, die twee pijlen. Oh, je moet nu even aangeven of u linksaf of rechtsaf wil. En verwachten jullie dat veel patiënten het gaan gebruiken? Ik denk het wel. Ik denk het wel. De eerste reacties nogmaals, die zijn heel erg leuk. En patiënten hier in Arnhem bijvoorbeeld, je hebt veel plaatsen waar het aardig geaccidenteerd is. En daar kunnen ze nu met de fiets wel komen. Door welke stad zou u nog meer willen fietsen? Amsterdam, Den Haag, Sauerland. Genoeg te fietsen dus? Jazeker.